Ina van Berkelaar, Onnes, dank voor de uitnodiging in uw fijne huis in Wassenaar. Ik ga u interviewen in het kader van het Oral History Project van het ADNG, waar inmiddels nou iets meer dan 50 emeriti psychologen en nu ook pedagogen en onderwijskundigen terugblikken op hun carrière. En ook een beetje vooruitblikken, hopelijk. Een serie die is nadrukkelijk bedoeld om voor een jongere generatie studenten gedragswetenschappen het historisch bewustzijn te verhogen. De interviews beginnen altijd met als eerste vraag van of u kort wat kunt vertellen over uw achtergrond, milieu waar u nu bent grootgebracht, lagere school, middelbare school. En vervolgens zullen we overgaan op de studiekeuze die u gemaakt heeft. En in dit geval bij u pedagogiek in Leiden. Ja, maar eerst iets over uw achtergrond. Ik ben geboren in Groningen en ben daar ook grootgebracht tot en met de middelbare school. Ik had een oudere broer en een jonge broertje. Mijn moeder was Brabants, mijn vader is een ras-echte Groninger. Dus dat is een heel leuk huwelijk. Ja. Heel goed huwelijk. Ja, maar wat is een ras-echte Groninger dan? Is het een nuchter Noorderling? Maar hij had wel het savoir vivre, hij is wijnhandelaar. Dus daardoor was hij heel veel in Frankrijk. Ja. Hij sprak ook vloeiend Frans. Ja. En dan brengt dat ook heel veel gezelligheid in. Ja. Maar wel van goede afspraken maken, down to earth, geen gezeur, nuchter. Heel duidelijk. Ja. Hele rechtvaardige man. Ja. En mijn moeder was heel gezellig, beide. Maar mijn moeder was echt een Brabantse. Ja. Ik heb een prima jeugd gehad. Echt heel veel. Ja. Wij deden veel aan sport. Ja. Wat voor sporten deed u? Tennissen, hockey, zwemmen. We werden voortdurend niet echt achter de broek gezeten, maar we vonden het ook allemaal heel erg leuk. Ja. Nou, ik heb de lagere school gezeten, een heel leuk klein schooltje vlakbij huis, dus dat was ook heel erg gezellig. Wij wonen in de buitenwijk van Groningen, Helpman. Dat was een hele gezellige buurt. Ja. En daarna ben ik naar het Predinius Gymnasium gegaan. En dat was ook een fantastische, leuke school. Ja. En intussen werd dat sporten ook wel erg belangrijk, zeker het tennissen. Ja, dus ik heb echt heel veel gezien. Ik kwam ook in de selectie in het noorden en ook landelijk allerlei dingen. Ja. Dus dat levert wel op dat je dus een keer meer op de baan staat dan dat je op school bent. Ja. Dus dan blijf je toch een keertje zitten. Maar ook ambitie om misschien proftennisser te gaan worden, nou, zoals dat zo was ik zelf natuurlijk ooit had. Dat was natuurlijk in mijn tijd totaal nog niet. Want u bent uit 1942. Prof was echt, dat was maar voor een enkeling weggelegd. En gesponsord werd je natuurlijk ook überhaupt met. Ik was 31 toen ik competitie in Den Haag speelde. En werd ik voor het eerst gesponsord door een trainingsvak van Dunlop en een racket van Dunlop. Dus dat, in die tijd begon dat pas. En Dunlop Makes Pie. Ik deed ook echt voor de lol en ik vond het ook heel erg leuk. En wat was u voor middelbaar scholier? Actief. Las u ook veel? Ik las ook veel. Ik vond school leuk. Ik ben wel echt een mens die graag met andere mensen optrekt, zeg maar. Hè? Ik vond het een hele leuke periode. Ik heb heel veel plezier gehad. En natuurlijk ook actief in school en in de gymnastiekvereniging. En veel met sporten ook. En dan gingen wij met het gymnasium altijd naar de landelijke sportwedstrijden van alle gymnasia. De Gotha. Ja, de Gotha. Ja, heb ik ook gedaan. Bijna alle jaren heb ik dat gedaan. Ja, dus dat was echt... Lang niet meer gedacht aan de Gotha. Dat was altijd supergezellig. Gymnasiale ontmoetingen te Arnhem was volgens mij. Stond daar is ooit begonnen. En de A is van Arnhem. Nee, heel erg leuk. Dus wat dat betreft... Was het vanzelfsprekend dat u ging studeren? Mijn ouders hebben niet gestudeerd. Mijn oudste broer studeerde al wel. Ja, wat studeerde hij? Studeerde in Groningen, economie. En ik wilde altijd iets met kinderen of met dieren, maar uiteindelijk meer naar kinderen. Ook in mijn schooltijd heb ik veel op kinderen gepast en zo. Ik had van de meet af aan had ik iets met kinderen. Dus toen ga je zoeken. En dan zie je dat er in Leiden, want ik wou een kleine studentenstad. Mijn nichtjes zaten allemaal in Amsterdam. En dat vond ik allemaal veel te groot. En toen kwam ik op Leiden. En daar werd net de pedagogiek opgezet. Dan hebben we het over het jaar 1961. 1961. Ja. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan, ja. Maar, en waarom pedagogiek? Waarom niet bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologie? Ik vond het omgaan met kinderen leuk. En het was nieuw, dat vond ik ook wel spannend. Ja, ja. Het was een nieuwe faculteit, ja. Viel onder de sociale faculteit, maar daarbinnen, zeg maar. Ja. Dat leek heel aantrekkelijk, nog met heel weinig studenten.
studenten, dat klopt ook wel. Met zes van dat jaar. Zes medestudenten. En dan had je dan massaal een hoorcollege. Ja, en dat werd natuurlijk uitgebreid. Dat zat een jaar daarvoor al. Er waren natuurlijk ook wel wat ouderen bij. Die schoven dan aan, die uit onderwijs kwamen. Ik heb een prima tijd gehad. En hoe lang heeft u gedaan over uw studie? Zes jaar. Precies, het aantal jaren. Dat stond er ook voor. Ja, stond er precies voor. En dat moest natuurlijk wel mijn vader, want je moet wel keurig je dingen afronden. En dat wou ik ook. En nog bepaalde docenten uit die tijd die u bijgebleven zijn? Jazeker. Natuurlijk. De hoogleraar zelf, hè, de klerk. Die heet ook Len trouwens, net als zijn zoon. Len de Klerk, zijn zoon zit in Tilburg. In deze serie. En daar kon ik heel goed mee, maar die was ook wel erg op sport. En ik kreeg daardoor nog wel eens ruimte, omdat ik in die tennisselectie zat, dat ik wel eens even een college miste. En daar was hij heel soepel in. Dus dat was gewoon heel prettig. En ik was lid van de studentenvereniging. Welke? De VVSL, toen nog, hè? Vrouwelijke Vereniging voor Leidse Studenten. Ja. Vrouwen. Was een studentenkoor? Of is het was een studentenkoor. Van Minerva. En dat is nu samen, veel later dus met Minerva gegaan. Maar de VVSL was. En dan heb je toch ook een actief sociaal leven. Ja. Met een jaarclub. En intussen bleef ik wel hoog tennissen. Ja, dus dat ging ook nog door. Ja, en je geld aan een baantje nemen. Ik werkte bij een kindertehuis. Toch altijd met kinderen. Ja, die vrije tijd wel eens 's avonds oppassen daar en zo. Ja, heel leuk. Is Len de Klerk een soort leermeester voor u geweest? Ja. Ook in de vorming van, want u bent later hoogleraar orthopedagogie geworden. Hoe ontstond uw interesse in de ontwikkelingsstoornissen? Is dat in uw studententijd al ontstaan? Dat in de studententijd is gewoon, het leuke van Len vond ik dat hij heel erg wetenschappelijk geïnteresseerd was, zelden publiceerde. Maar wel. Wat in die tijd. Ja, ook helemaal niet zo gewoon. Maar heel erg intelligent. Ook heel breed kijkend. En ook echt wel zei van daar moet veel meer gebeuren hè, van dan we het nu weten. Maar ook wel klinisch geïnteresseerd was. Ja. Dus hij heeft mij ook leren testen, zeg maar. Al die testen afnemen. Hij begon zelf. Intelligentietests. Ja, alles. En dat kregen we natuurlijk in het onderwijs nauwelijks. Dat was eigenlijk wat je gewoon daarna moest doen. Ja. En hij begon zelf met een klein ambulatoriumpje, zeg maar, een klein kliniekje waar hij kinderen die wel eens aan was gevraagd door ouders van, goh, kunt u niet eens kijken? Ja. En dan zette hij mij op en daar heeft hij zijn zoon Len ook bij gehaald. Dus die heeft u een keer Dus zo heb ik Len leren kennen. Ja, 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 dus dat mochten we daar een beetje, in de proeftuin, zeg maar, onder zijn begeleiding. En ik had als, wat ik een hele bijzondere leerkracht vond, Hem Koster, later getrouwd met Koek. En die was een ontzettende klinisch georiënteerde vrouw die gespecialiseerd was in spelobservaties, speltherapie die me echt het klinische vak heeft bijgebracht. Ja. En echt, zij was ook, toen ik promoveerde was zij paranef. Ik had echt heel veel van haar geleerd en zij is op een gegeven moment vertrokken. Over proeven zullen we zo te spreken komen. Het schiet me nu te binnen dat in Groningen was toch zo'n heel beroemde pedagoge, psychologe Wilhelmine Bladergroen. Was zij niet? Ja, zij was een hoogleraar pedagogiek, algemene pedagogiek ook. Ja, en ook vooral heel erg gespecialiseerd in leerstoornissen. Ja. En, was geen overweging om bij haar in Groningen te gaan studeren? Nee. Mijn vader zei van, we hebben al een kind in Groningen. En als je in Groningen blijft, dan blijf je altijd in Groningen. Dus dat gaan we niet doen. Dus jij moet in ieder geval niet in Groningen studeren. Ja, je moet meer dan Groningen zien van de wereld. Ja, en als je later terug wil komen, is dat prima. Maar dat eerst even Groningen uit. Nou, dat vond ik heel vervelend, moet ik heel eerlijk zeggen. Oh, ja? Ja. Ik had in het begin, de eerste drie maanden, had ik ook best heimwee toen ik in Leiden zat. Maar goed, door toch je jaarclub en veel tennissen gaat dat natuurlijk ook over. Vroeg je wat van je af ook. Ja, maar ik heb nog wel eens met tranen in de trein teruggezeten. Ja. Maar met Wilhelmine Bladergroen geen contact gehad in die periode, dat u voor uw studiekeuze stond? Zij was heel erg op lagere scholen gericht en met name ook de overgang wanneer ga je van de lagere school naar de middelbare school. En de professor Huizinga school, lagere school waar ik zat, die liet alle kinderen
aan het eind van de groep 6 was zij, nu is het groep 8, maar wat toen nog klas 6, ja, die werden allemaal getest. Allemaal, zonder uitzondering. Allemaal, zonder uitzondering. En mijn advies van haar was huishoudschool. En dat kwam, ik was een van de laatste die getest werd en we zouden met de hele klas, ik herinner me als de dag van gisteren, zouden wij naar de kermis gaan. De meikermis in Groningen is heel belangrijk. Dus mijn klasgenoten stonden allemaal tegen het raam al schiet dan op, schiet dan op, schiet dan op. Dus ik herinner me dat ik dus wel heel snel klaar was met alles. Dat maakte ze nog een opmerking over. Maar het was dus toch niet echt een goede uitslag. Dus we kregen thuis het rapport dat ik dus naar de huishoudschool moest. Mijn vader las dat rapport en scheurde dat door en gooide dat in de prullenmand en zei, je gaat dus naar het gymnasium. Ooit wel eens verteld aan Wilhelmine Bladergroen? Tuurlijk. En hoe heeft ze daarop gereageerd? Zei ze mij, dan heb je je niet goed geconcentreerd. Ik zeg, dat klopt volledig. Want je moet ook je best doen voor zo'n test. Ik zei, nee, want ik wou naar de kermis. Ik heb het wel, want later werden wij natuurlijk toch collega's in zekere zin. En toen hadden we ook een soort landelijke college-netwerk. Dat we de verschillende hoogleraren uit de verschillende steden bij elkaar lieten praten. Toen heb ik, dat is een hele actieve vrouw. Maar toen moesten we er wel om lachen. Je kan er ook wel eens naast zitten. Je kan ook wel naast zitten. U heeft al gezegd dat je gepromoveerd bent, hoogleraar geworden bent. Wanneer wist u dat u wilde gaan promoveren? Want het was toch niet zo gebruikelijk? Wanneer ontlook uw wetenschappelijke ambitie echt, zeg maar? De klerk zei op een gegeven moment toen ik afstudeerde, toen zei hij, weet je, je moet eens overal gaan solliciteren. Dat is gewoon heel goed. En dan doe je sollicitatieervaring op. En dan kan je ook eens kijken wat je wil. En dan moet je niet zitten zeuren dat je hier wil blijven of in Groningen wil. Dan moet je ook naar Doetinchem of noem maar op. Je gaat overal. Nou, dus ik vond 13 mogelijkheden, zeg maar, om te solliciteren. En die heb ik dus ook allemaal beschreven. En daar was er eentje bij de universiteit. En toen zei hij, nee, dat gaan we niet aan beginnen. Academische plekken en praktijkplekken, zeg maar. Praktijk, alleen maar praktijkplekken. Hij zei, nee, ga dan maar dat praktijk. Je vindt dat praktijk leuk en je doet het goed. En ga daar dan maar eens even in door. Nou, dus toen ben ik overal aangenomen. Ik was overal de enige. Er waren nog helemaal geen afstudeerde orthopedagogen. Dus dan zit je dus wel heel erg van, wat moet ik nu? Ik werd overal, god, wat leuk dat u er bent. En zo dat, weet je wel. En nou, ik had echt, nou weet ik het helemaal niet meer. En toen zei mijn moeder, nou weet je, je hebt zo snel afgestudeerd, keurig in 6 jaar. Ga nu eerst maar eens een maand naar Amerika. Want we hadden vrienden van mijn ouders, die zeiden, laat hem maar lekker komen. Dus toen ben ik een maand naar Amerika gegaan. En daar zag ik ineens een hele leuke advertentie. Want ik dacht, ik ga daar ook kijken. In Hannover, vlakbij Boston. Een hele grote scholengemeenschap. Vooral om te kijken naar ontwikkelingsprofielen van kinderen en zo. Dus die kant. Dus daar ben ik ook aangenomen. En toen schrok ik me helemaal dood. En toen heb ik de klerk gebeld. En toen zei hij, prima, dan ben je nu zover dat je bij mij kan komen werken. Dus hij wilde niet dat hij in Amerika bleef. Maar dat hij terugkwam naar... Hij zei, nu heb je zoveel sollicitaties gedaan en die aarzelt nog. Dan stel ik toch voor dat je hier komt werken. En wat voor werk werd dat dan? Dat werd dubbel, want hij zei van, begin je aan de klinische kant. Hij zei, maar dan moet je ook onderwijs geven. En dat deed ik natuurlijk als assistent, had ik dat al vaak gedaan. En hij zei, je hebt ook altijd wel vragen gesteld, maar ik wil dit weten of ik wil dat weten. En ik was toen al heel erg geïnteresseerd in dat autisme. Toen zei hij, kom nu maar en dan gaan we dus ook daar aan werken. Hoe is die interesse voor autisme bij u ontstaan? Bij een stage. Ik liep op een stage in Leiden? Ja, in 63 moest ik stage lopen. En toen kwam ik bij het medisch opvoedkundig bureau en daar zat een kinderpsychiater. En de eerste dag dat ik kwam, zei hij meteen, nou, dat is heel interessant dat je komt, want ik heb een hele interessante cliënt, patiënt, zei hij. En ga maar achter eruit, het one-way screen zitten en ga maar kijken. En dan had je de kamer hier, zeg maar, had je waar hij met het kind zat en daar had ik de dingen. En daarachter zat een ruimte die niet zichtbaar was, maar waar de moeder van dit meisje, het ging om een meisje. Hoe oud was het meisje? Die was toen 7. Dat meisje was, hij zei, dat is een autistisch meisje. Nou, ik had 1 studieboek gehad, geloof ik, waar een hoofdstukje over autisme in stond, maar verder niet. En ik raakte volledig gefascineerd door dat kind. Onbereikbaar, heen en weer wiegend. Het was ook een vrij laag functionerend meisje. Maar intussen hoorde ik achter mij die moeder ontzettend huilen.
En dus ik zat zo'n beetje in, nou, dus ik dacht van, maar ik doe opvoedkunde. Ja. Ik moet me op die ouders van autistische kinderen gaan richten. Dat je ineens zo'n soort... Op de ouders? Ja, op de ouders. In combinatie natuurlijk. Ook op de ouders? Ja, maar ook op de ouders. Werd dat niet gedaan dan of zo? Of veel te weinig. Want in die tijd werd nog heel erg gedacht dat autisme misschien toch wel aan de ouders kon liggen. De ouders die zorgden ervoor dat een de kind... De ouders die zijn dan, hebben niet de liefde geboden waardoor het kind autistisch is geboden. Dat was destijds... Dus dat was destijds nog niet heel sterk meer, maar het was er nog wel. En ook in Nederland. Ja. Ik vroeg dat eerste gesprek waar ik dus bij was. Zei ik, ik heb zo ontzettend te doen met die moeder. Hè? Ja. En, maar wat doet u dan met die moeder? Nou, komt u daar wel eens thuis, vroeg ik aan de psychiater. Nou, dat was natuurlijk een hele verkeerde vraag. Want dat deed men wat ook u niet. Vanuit mijn hart. Ja, hoe gaat dat thuis? Oprechte interesse vroeg. Niet eens wetenschappelijk gevoed of zoiets dergelijks. Nee. Maar gewoon uit het hart. Ik dacht echt van, deze moeder die heeft zoveel verdriet. Kan die dat kind thuis wel aan? Nee, dat doet de psychiater niet. Maar dan had hij dan ook wel iemand die daar wel eens naartoe ging. Maar het was echt... En toen ben ik in die stage dit meisje gaan volgen. Ja. En heb dus ook gevraagd of ik dan op huisbezoek mocht. Dus ik heb toen wel toch dat... En daar heb ik ook het stageverslag voor een groot deel. Je moest één kind uitzoeken die je dan volgde. Ja, en toen was ik er wel... was ik er zo gefascineerd door, maar ook... Maar hoe was dat? Herinnert u zich dan nog goed dat u voor het eerst bij hun thuis kwam? Ja. U vertelde net van dat u in een heel blij, vrolijk, gastvrij gezin opgegroeid bent. Ja. En nu komt u in een gezin waar veel verdriet heerst en ook veel onmacht. En onmacht, ja. En veel onmacht. Ja, en ze had natuurlijk... een van de dingen die mij heel erg opviel, ze had was panisch angst bijvoorbeeld voor de 5. Het getal 5. Ja? Had ze een panisch angst. Als ze maar een 5 zag, dan was ze helemaal door het lint. Dus ja, dan ga je toch die 5 vermijden. Dus moeder kon ook niet meer in bus 15 naar de kliniek. Zo erg. Zo ging dat dan. En ze zag, elke 5 zag ze. Dus als er dan de krant kwam, dan werd al heel snel, en er zat een 5 in, hè, van 15 augustus, noem maar op datum, moest die onmiddellijk weggeplakt worden, et cetera. Dus dat je dus echt denkt, ja, waar komt dit vandaan? En in die periode, dat ik heel erg met haar bezig was, kwam ook heel erg mijn wetenschappelijke belangstelling. Van nou wil ik wel eens weten, waar komt dat dan door? Hoe kan dat? Ja. En ze had ook een hobby voor parfumflesjes. Lege parfumflesjes en dan had ze zo'n klein tafeltje en dan werden die 100 keer weer anders gerangschikt, maar wel op een bepaalde manier of een bepaalde kleur. Maar zit er ook niet iets dwangmatigs? Ja, enorm. Het was zo'n obsessie. En wat er gebeurt, dat je weet nooit wat je aan zo'n meisje moet geven, dus de hele familie gaf lege parfumflesjes cadeau. Dat is een normale, zeg maar, toch een vrij normale reactie. Maar dat werd dus alleen maar erger. Toen dacht ik ook, ja, dat moet allemaal veranderd worden. Zo is toen ook de belangstelling voor het proefschrift gekomen. Ik ga zo door over het proefschrift. Nog één vraag over het. Lukt het u om haar te bereiken, dat meisje? Had u contact met haar? Ja, ik had contact in die zin dat ze rook mij. Ze ruikte altijd aan mij. En dan zei ze, Ina. Was anders en toen nog meisjes naam anders. Dat was ook voor haar manier. Ja, dat was een manier. Vertrouwd te voelen, want dat zal. Ja, dat was haar herkenning met mij en dan deed ze wel. Dus ik kon ook echt wel dingen met haar doen en ik kon ook wel de ouders wel wat betere richtlijnen geven. Ja. Hè? En ze kwam dan wel keurig in die therapie bij, maar goed, bij de psychiater. Ja. En later, toen ik dus heb ik ook overgenomen bij ons op onze afdeling. Ja. En hoe reageerden die ouders op hoe u haar bereikte? En ook belangstelling toonden voor hoe zij waren als ouders? Want dat kregen ze niet mee van de psychiater. Nee, dat kregen ze niet mee van de psychiater. De psychiater was een bekende en dus dat vonden ze wel belangrijk. Wat hij zei was wel heel erg belangrijk. Maar daar thuiskomen en een huilende moeder aantreffend, et cetera, is wel wat anders. En ik kon heel goed met die ouders, ja.
Zorgt dat voor een soort doorbraak ook bij hun in de omgang met hun dochter? In de acceptatie. En het was heel moeilijk in te schatten, omdat ze dan van die goede dingen had, als bijvoorbeeld al die vijven, die letters die ze al, of die cijfers die ze kon herkennen. Ja, dus dan verwacht je ook eigenlijk een iets hogere intelligentie. Maar dat is gewoon een soort, een soort talent voor cijfers te herkennen. Maar dat was dus ook de aanleiding om u nog veel meer te gaan verdiepen in het, nou ja, waardoor... In het fenomeen autisme. En dat werd het onderwerp van die proefschrift ook. Ja, heb ik speciaal gericht. Zelf bedacht hoor, nou ook. Er was namelijk geen enkele test in Nederland om gewoon te onderkennen of er iemand autistisch was, ja of nee, zeg maar. En toen heb ik een test ontwikkeld, de Autischaal. En dat is proefschrift, ja. En gewoon psychometrisch onderzocht. Ja, precies. En de klerk, was hij nog steeds promotor ook van u? Of? Nee, de klerk die was geen promotor, want hij zei dus ook mijn onderwerp niet. Toen dacht ik, nou weet je, dan ga ik naar Luc Kamp. Dat was eigenlijk degene die al behoorlijk veel gepubliceerd had. Een hele aparte... Wat stijve man, maar echt... Een kinderpsychiater in Utrecht. Ja. Dus ik heb hem via iemand die ik kende, heb ik een afspraak gemaakt. Ja. Die zei, die mevrouw die wil wel een keer. Ja. En toen legde ik uit wat ik wilde en waarom ik het deed. Ja. En ik had ook van hem een film gezien, hoe hij met zo'n kind bezig was, et cetera. En dat ik dus toch wel onder de indruk van hem was en dat ik dat graag wilde. En toen zei hij, ik zal er eens over nadenken. En toen zei hij... Weet u wel wie u vraagt? De professor. Ik zei, professor, zeker. Dat weet ik. Ja. En toen zei hij, ik zou het ook wel leuk vinden als je nog bedenkt of er een orthopedagoog bij moet. Een pedagoog. Ja. En toen zei ik, dat heb ik ook al bedacht. En ik zou heel graag kok heel graag willen hebben. Ja. En zei hij, heb je die al gevraagd? Ik zei, nee, ik ben bij u begonnen. Ja. En dat was natuurlijk al heel goed dat ik dat bij hem begonnen was. Ja. En Ko vond dat prima. Die wou het ook heel graag. Ja. Dus ze hebben het samen hebben ze me begeleid. Maar die begeleiding vroeger was natuurlijk heel iets anders dan nu, hè? Ik heb ze twee keer gezien. In het hele project. Ja, dan stuurde je ze wat op en dan kreeg je wel eens een zin terug. En dat was het. Dat was het. En hoe lang over gedaan? Iets van vier, vijf jaar. In al die jaren maar twee keer. En de derde keer bij de verdediging. Eerst een gesprek, dan lever je alles in, wat je wil. Ja. En toen zei ze, ga maar schrijven. Toen ben ik gaan schrijven. En dan leverde ik dan zijn hoofdstuk in. En dan kreeg je een... Dat ging dus per post. En toen het eerste deel ben ik... Maar nooit behoefte aan wat meer directe feedback of zo? Natuurlijk, maar dat durfde je ook helemaal niet. Hoezo durfde je dat niet? Ik denk de mensen hebben het heel erg druk, weet je. Ik was gewoon een onderdaan die iets op papier wilde zetten. Dat was zo in die tijd. Dus het was helemaal niet, als ik zie hoeveel tijd ik aan mijn promovendi heb besteed, dat is heel wat meer. Het ging ook goed. Ik had wel een jongen bij ons op de afdeling, wat een goede methodoloog was. En daar had ik het meeste hulp voor nodig. En de literatuur, studie, dat vond ik überhaupt al leuk om te doen. Dus ik had ook niet zoveel hulp nodig, denk ik. Maar met dat methodologische deel wel. Uiteindelijk mocht ik het verdedigen. Hoe reageerde uw omgeving? Zo gebruikelijk was het niet om te promoveren. Werd u gezien als een streber? Moet dat nou? En het was ook nog zo dat ik natuurlijk langs... Ik was inmiddels getrouwd en had twee kinderen. Ik stond wel met een dikke buik te verdedigen. Of niet zo dik. Maar ik weet dat iemand nog tegen mij zei van... Je moet je buik inhouden. Ik zeg, ik zit er niet meer in. Maar dat was dus in die tijd volgens mij denk ik ook wel heel bijzonder. Ja, dat was wel... Maar ik kan wel goed indelen. Dus dat leer je wel door tijdens ook, toch? Dat leer je ook gewoon door de jaren heen. Getrouwd met een Shellman die veel weg is. Ik vond het ook heel leuk om te doen. Dus ik vond het ook niet erg als de kinderen naar bed waren dat ik nog ging schrijven. Ik heb het echt met heel veel plezier gedaan. Ik vond het echt ook heel leuk om In die tijd ook bewust geraakt van dat u in de wetenschap actief wilde blijven? Dat was wel mijn wens. Maar toen kwam het moment, Yveske was toen 3. Dus dan Yveske is uw dochter. En toen was ik dus...
Dus nou, die was 3 en toen werd mijn man overgeplaatst naar Canada. Ja. En wij hadden wel altijd gezegd van zijn baan, dat was in mijn tijd ook zo, zijn baan gaat sowieso voor. Hè? Ja, dat was ook heel normaal. Dus ik heb keurig opgezegd bij de universiteit, want ik dacht nou ja, het is meestal 2 jaar. Maar toen moest ik bij de decaan en de rector komen. En die zeiden, ja, dit is echt niet de bedoeling. We willen je erken niet kwijt. Ja. En dus kunnen we niet tot een deal komen? Ja. En een deal was dat ik dus die 2 jaar, want het zou een contract van 2 jaar zijn, dat ik na 2 jaar terug zou komen. Ja. En dat ik in die 2 jaar 1 dag in de week doorbetaald kreeg om in het systeem te blijven. Vanuit Leiden. Vanuit Leiden, want ik was de enige hoofdmedewerker op dat moment. Ja. En ze zouden ook definitief mijn post kwijt zijn geraakt als ik opgezegd had. Ah, ja? Dus het was ook wel voor de afdeling beter om zo'n post vast te houden. Ja, ja. En dan moest ik 2 keer per jaar terugkomen en dan gaf ik 1 week lang achter elkaar workshops. In die 2 jaar. Dat heb ik dus gedaan. En dat heb ik meteen ja tegen gezegd. Dat kan. Dat was toch wel prettig aanbod, hè? An offer you cannot refuse. Ik was echt... En toen heb ik daar wel gewerkt. In Canada ook gewerkt? Ja, maar dat mocht natuurlijk niet betaald worden, omdat ik die baan bij de universiteit had. Maar dat gaf niet, dus ik heb daar vrij... En ik had daar een collega, Cathy Lord, die heel erg goed en bekend is op het gebied van autisme. Die zat in Edmonton. Dus ik ben in die afdeling... Die kende ik al. Ja, maar toevallig dat hij in Edmonton zat. Ja. Ja, 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 ja. En die heb ik aangeschreven. En dus ik werkte 2 dagen in de week. Bij haar. En met haar. Ja, en daar heb ik ook hartstikke veel gedaan. Ik deed veel praktisch werk. Dat vond ik echt leuk, omdat zo leer je een land kennen. Ja. En ik had toen het grote voordeel dat ik ook buitengewoon geïnteresseerd raakte in de Indianen. En, want er zijn ook allemaal van dat soort groepen die dan ook met vliegtuigjes, met Indiaantjes erop, naar Edmonton komen om hun kinderen daar te laten testen. En daar hadden de Canadezen niet zo'n zin in. Dus ik zeg, als zo'n kind komt, wil ik wel. Ja? Want dat is ook natuurlijk weer een hele nieuwe ervaring. Dus vandaar dat je ziet het daar ook, er hangen nog allerlei Canadese tekeningen en schilderijen die ik daar allemaal heb aangeschaft en ook wel via dat soort mensen. Ja. Haar naam ontschiet me, Cathy Lord. Ja, Cathy Lord. Cathy Lord. Ook een soort leermeester voor u geweest? Ze is jonger dan ik, iets jonger dan ik. Maar ze is wel, dat is nou echt een topper op het gebied van, en heel goed. Ja, zij heeft ook een hele belangrijke test gemaakt die over de hele wereld werd gebruikt. En heb ik ook nog altijd contact mee. Leuk. Dus, Na 2 jaar kan hij weer terug naar Nederland. Ja, toen kon ik er meteen weer in. Terug naar de universiteit. Ja. En toen waren ze wel verder al met dat we echt een afdeling klinisch werk wilden hebben. Dus toen is het ambulatorium opgericht in 1985. Ja, en dat is een kliniek voor kinderen. Waar je onderzoek doet en kinderen behandelt. Ja, en daar werd ik meteen directeur van toen ik terugkwam. Ja. Nou, dat was helemaal. Dus dan had ik eigenlijk wat ik altijd wilde is klinisch werk, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. En had ik alle 3. Dus het kon niet beter. Ik kon geen betere baan voor mezelf bedenken. En die werd u min of meer in de schoot geworpen? Gewoon. Ja, die werd mij in de schoot geworpen. Gaat het echt zo makkelijk? Absoluut. Of is het nou echt een kwestie van geluk? Of had u dat ook met bepaalde. Had u dat ook afgedwongen of zo? Of als u terugblikt? Ik vind het lastig. Want ik natuurlijk heb ik een ontzettend gelukkige loopbaan gehad. In de zin dat. Maar goed, ik heb er wel heel hard voor gewerkt. Ja, het is niet zo dat ik het cadeau heb gekregen, zeggen. De klerk zei altijd, je bent ook een prettig mens. Het is ook plezierig om op de afdeling te hebben. Toen was hij al weg. Dus. Nee, dus ik heb dat en ik was heel blij natuurlijk met deze driedeling, want ik vind onderwijs ook heel erg leuk. Het is toch ook een vak, dat kan toch ook niet zonder de praktijk? Dat vind ik dus ook. Je kan toch niet alleen maar vanuit de spreekwoordelijke ivoren toren naar autisten? Nee, je moet concrete voorbeelden hebben. Hè. Je moet ook je studenten kunnen inspireren door wat je doet en waarom je het doet en wat je denkt. Waarom vond u onderwijsgever zo leuk? Contact met studenten. Jonge mensen. Ja, jonge mensen. Zeker om ze te stimuleren, om ze te motiveren.
Ik heb met heel veel studenten nog best heel veel contact. Oh ja? En er zijn ook nog wel een aantal die dan ook weer bij mij gepromoveerd zijn. Of nu is er iemand die gaat nog promoveren, niet bij mij, maar die zei van luister, is één ding, jij moet in de leescommissie. Dus zei ik, ja, dat moet je wel even vragen aan de universiteit. Want mijn leeftijd is natuurlijk nog wel wat hoog nu. Maar daar hebben ze toch toestemming voor gegeven dat ik en in de leescommissie zit en dan dat pakket komt geloof ik over 2 weken. En dat ik ook mag opponeren. Ja. Opponeren mag tot nu toe nog altijd wel. Dat doen ze niet moeilijk over leeftijd. Ja. Maar ik zie ook dat er dat ik bij de meesten toch nog best in zo'n beoordelingscommissie mag. Ja. Ja. U werd hoogleraar in 1991. Dat was een bijzonder hoogleraarschap, orthopedagogiek. Ja, in 2001 werd u gewoon hoogleraar, orthopedagogiek. Ja. Ook zomaar geworden? Of ik bedoel, was het een ambitie? Jan Rismens was toen... De naam zeg maar. Ja, nou die was hoogleraar bij ons. En die wou eigenlijk graag dat Leiden toch een beetje autisme op de agenda kon zetten. Omdat het zo heel erg in handen was van psychiaters. En dat hij zei, ja, maar die kunnen allemaal wel de diagnose stellen. Maar wij als opvoedkundigen en zeker als orthopedagogen, wij moeten het werk gaan doen. En dan zou ik dat heel graag wel in Leiden willen. Het werk wil zeggen gewoon dat ouders leren omgaan met hun ja, kind. Precies, dat kinderen, op de vloer, zeg maar. Dus niet in de spreekkamer, maar in de thuiskamer de of op school. De poot in de klei, zoals in de managementcrisis zeggen. Ja, precies. En dat wou hij heel graag. Ja? Nou ja, dat wou ik natuurlijk ook wel. En toen heeft hij een bijzonder hoogleraarschap aangevraagd bij het LUF. En LUF staat voor? Leids Universitair Fonds. En die hebben dat gedaan. En toen het verlengd moest worden, toen was het inmiddels... Het was echt van IJzerdoren ook in dit geval. Marinus IJzer van IJzerdoren. Die posten moeten wij omzetten in de gewone post. En was het uw ambitie ook om hoogleraar te worden? Dat weet ik echt niet zo goed. Ik heb natuurlijk wel ook echt wel bewust gesolliciteerd toen die post kwam. Ja, en ik was ook niet de enige sollicitant, maar ik heb wel bewust gesolliciteerd. En ik wist ook dat ik kans had, maar ik wist ook dat er ook wel anderen zouden komen. Ja, ja. En natuurlijk ook psychiaters die denken van, dit is toch mijn vakgebied. Ja, dan kan ik daar ook wel een beetje in. Ja. Maar goed, ik kreeg... Nou ja, je hebt wel het idee van ik zou wel graag het hoofd van de afdeling worden. Ik wil wel een beetje doorzetten wat ik wil. Ja, dat denk ik dat ik wel had, ja. Ja, en dus dat is gelukt? Zo kwam dat, ja. Is dat gelukt? Dat is gelukt, dus althans voor dat stuk van mij dan, ja. Als u terugblikt op met name uw wetenschappelijke werk, is er dan één artikel, één boek wat er uitspringt voor u? Nee, er zit een ontwikkelingslijn zit erin. Ik werd toevallig gevraagd op een hele kleine conferentie om aan te geven wat is er nu gebeurd in de afgelopen 50 jaar op het gebied van autisme. Ja. Van 70 tot 2020. Ja. En dat had Jeroen Breusma uit Groningen, ontwikkelingspsycholoog, die had dat georganiseerd naar aanleiding van een boek Alles is autisme. Ja. Maudie dat stoem. Toen ik dat ging, zeg maar de sheets ging maken, toen dacht ik van... Ja, maar ik was al in 63 met autisme bezig. Ja? En dan zie je eigenlijk dat ik ook mijn eigen ontwikkeling ook heb verlegd. Je gaat eerst heel erg van, wat kan ik bieden? Wat kan ik met kind en ouders doen? Dus dat ik heb me heel erg op gezinnen. Dus ik heb mijn eigen home training en want het is thuisbehandeling, zeg maar. Dat was echt de beginfase waar ik heel erg om bezig ben. Nou, dan ga je verder kijken van, die kinderen die kunnen heel slecht spelen. Dus dat pak je dan mee, want hoe kunnen nou ouders spelen? Dus daar heb ik ook het nodig over gedaan. Maar je gaat toch... je wordt toch heel erg geïntrigeerd van wat is autisme? Ja, en als je nu aan mij vraagt wat is autisme, dan zeg ik, ik zou het niet weten. Dat weten we namelijk gewoon niet. Is dat... We weten echt niet wat autisme is. Is dat ook niet iets teleurstellends? Na zo'n lange carrière, dat je dan moet concluderen dat je niet weet wat autisme is. Ja, terwijl dat uw hele carrière enorm gefascineerd heeft. Je blijft gewoon heel vriendelijk lachen. Allereerste lezingen die je gaf, zei ik altijd, maar over 5 jaar weten we het. Zei ik, over 10 jaar weten we het. En nu zeg ik gewoon, ik weet het gewoon niet. Maar ik weet wel wat ik moet doen, zeg maar. We hebben natuurlijk wel een heel aantal dingen ontwikkeld.
Dus ik zeg maar, wat ik dus met dat, toen ik die sheets aan het maken was, dat ik, ja, ik ben echt heel erg begonnen van op de vloer hier binnenkomen en nou, ga maar zitten op de grond en we gaan met speelveld spelen, ik noem maar iets, hè. En dan moet dat, moeder moet dat ook zo doen. Dus dat erin. En dan ga je toch wel denken, ja, maar als ik nou die kinderen op school zie, of hoe gaat die ontwikkeling dan eigenlijk, hè? En hebben ze nou ook een leerprobleem, ja of nee? Nou, ze hebben natuurlijk wel duidelijk een probleem. Dus je bent heel erg zoeken. Bijvoorbeeld, op een gegeven moment was er echt zo'n fase dat we allemaal dachten, ja, maar je moet die cognitie in kaart brengen. Ja. Je moet gewoon heel goed bedenken hoe dat in dat brein gebeurt. Ja. Nou, en dan zie je bijvoorbeeld dat ze heel erg scherp kunnen waarnemen in details. Dus een zeg, wij kijken in principe lokaal binnen. Hè. Jij komt binnen en je zegt van, god, wat is de beste plek om even te zitten? En daarna zie je dat er misschien ook iets anders nog op tafel staat. Maar zij nemen gewoon lokaal waar. Net zoals de savant. Ja, precies. Die vroege idioot savant. Ja, die, dat hebben ze. Ze zien dus gewoon alle kleine dingen. Ik kan een voorbeeld geven dat ik met een van mijn volwassen mannen die ik dan begeleid, gingen wij voor de kerstvakantie koffie drinken, want dat wou hij dan zo graag. Ja. En dan kom ik in een cafeetje en achter ons bij de universiteit, wat hij ook kent, dus dacht dat, nou, en we komen daar binnen en het eerste, hij verstijft en zegt van, alle kaarsen zijn gebroken, ik kan nog geen kaarsen zien. En maar, hij heeft het al direct. Ja, en dan, wat is het dan? Dan staat op elke tafel, staan dus kerststukjes. En daar zit dus een kaars in, maar die laten ze nooit helemaal tot het eind branden, want dan gaan die takken in de fik. Ja? En hij had. Dat is het eerste wat hij ziet. Het is toch waanzinnig scherp opgemerkt. Dat is heel erg knap. Dat is heel erg knap. Maar ja, als dat je belemmert in je verdere ontwikkeling, is het onhandig. Dus moet je zorgen dat deze manier van waarnemen, dat je die functioneel gaat inzetten. En dat hij niet blijft hangen in alleen maar in die details, want dan mis je het overzicht. En ze hebben dus moeite om die vele details die ze dan loszien, om die te integreren tot een betekenisvol geheel. Ja. Dus dan eigenlijk mis je heel veel. Maar het is wel mooi. Er zijn, nou, ik heb ik ken een jongen uit Engeland, die tekent briljant. Die zet je in een vliegtuig of in een helikopter, Stephen Wiltshire, en je gaat boven Rome. Nou, ik kan je die tekening laten zien. Dat is helemaal perfect. Kan je zo intikken ook in Google. Ja, perfect. Ja, heb je die wel eens gezien. Ja. Die is echt heel bijzonder. Ja. En die heeft ook de Dom in Utrecht gedaan en alles. Allemaal helemaal prima. Ja. U zegt van, ik weet niet wat autisme is. Het is een aandoening die ook in de DSM staat. Hè? Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders. Ja. Dan weten ze het ook niet hoor. Nou, ik wou het net gaan zeggen. Er zijn nu 5 edities van verschenen. Ja. En er zit wel een enorme verschuiving in ook wat autisme zou zijn over de tijd. Vroeger was het natuurlijk. Asperger, is dat nou? Is dat nou een speciale vorm van autisme? Ja. Bent u betrokken geweest bij het opstellen van de criteria? Ik denk wel dat bijvoorbeeld, ik had iemand die bij mij promoveerde heel erg op de syndromen. En dan zat onder andere het syndroom van Rett bij, wat toen nog heel officieel. Nou, dat is een syndroom wat alleen bij meisjes voorkomen. Ja. En die ontwikkelen zich de eerste 6 maanden, 12 maanden, 18 maanden, normaal. Ja. En dan het eerste wat je verliest is de handfunctie. Dus dan gaan die handjes gaan alsmaar zo. En verder ga je, wat ze geleerd hebben aan interactie en aan communicatie, dat zakt ook helemaal weg. En dus gaat dat beeld wat je dan krijgt, dat lijkt op een heel erg in zichzelf gekeerd autistisch kind, zeg maar. Ja. Dus dat stond nog in de DSM-4, ook als een van de mogelijkheden van autisme. Nou, die is er al lang uitgegooid en dan is nog zo een eruit gegooid. Ja. En wat je nu ziet is dat je, als je bijvoorbeeld Asperger zo vergelijkt met een hoog functionerende klassiek autist, nou, die kan ik niet uit elkaar halen. Althans niet valide en betrouwbaar. Ja, dus ze hebben ze nu allemaal bij elkaar gezet. Dus we hebben het nu over autisme spectrumstoornis. Wat ook misschien wel een soort van onmacht illustreert? Misschien wel. Maar aan de andere kant vind ik het wel veel beter. Want daardoor krijgt dat hele totale plaatje krijgt ook meer openheid. In de zin van het bereikt het publiek ook. Je wilt natuurlijk ook naar een autismevriendelijke wereld, zeg maar. De connotatie wordt minder negatief. Het wordt veel minder negatief. En het is nu de discussie, mag je wel zeggen dat het een stoornis is? Of wat Bernd Cohen in Engeland zegt van, misschien moeten we spreken van een conditie. En dat is ook wel. Het is een prachtig boek, Neurodiversiteit.
we spreken nu over neurodiversiteit. Want ja, je hebt mensen met autisme die het prima doen. Computernerds bijvoorbeeld. Ja, en dan, prima doen volgens maatschappelijke normen. Ja. En daar heb je dan nu dus de verschuiving in van de DSM-4 naar de DSM-5. Hè, dat je dus eigenlijk niet meer zo strikt hebt van het is 100% autisme, ik vink af. Nee, je kijkt nu dus niet meer categoraal, je kijkt nu dimensionaal. En dat betekent dat de overgang van gestoord, om het maar zo te zeggen, naar normaal, dat gaat toch wel een beetje. Ja. En dat je eigenlijk geen diagnose mag stellen, of geen klassificatie mag stellen, als de persoon in kwestie een prima leven heeft. Maar als het dagelijks functioneren, zeg maar, stoort dan ligt er een hulpvraag. Ja. Dus dat is wel heel erg veranderd hoor. En daar ben ik wel heel erg voor. Vooruitgang ook. Ja, dat vind ik een enorme vooruitgang. Ja. Kijk, vroeger dachten we, toen ik begon, toen was het eigenlijk duidelijk dat 75% van de autistische populatie zijn ook verstandelijk beperkt. Hebben ook een verstandelijke beperking. Nou, dat is helemaal, dat is teruggebracht tot 30. Ja. Omdat we die slimme ook heel vaak gemist hebben. En we hebben, en dat vind ik nu heel erg interessant, we hebben ook heel veel vrouwen gemist. Want die vrouwen die zijn toch een beetje socialer en communicatiever. En die kunnen heel goed afkijken van hoe jij je moet gedragen. Dus die camoufleren hun gedrag. Wat, en dan gaat het redelijk wel, goed. Wat toch ook wel weer een teken van slimheid, gewiekstheid, intelligentie. Ja. Intelligentie totdat het fout loopt. Totdat het fout loopt. En waar loopt het fout? Ja, bij de volwassenen loopt het fout in relaties en in werkzettingen. Vaak burnt-out, ook als ze dan nog een kind hebben, wat dan ook, dan is het heel moeilijk. Ja. En bij de puberteit zie ik dat op de middelbare school, zeg maar als middelbare scholier, dat die meisjes dan natuurlijk ook wel van ben jij al verliefd en vind jij hem leuk? Hè? Nou, dat snappen ze helemaal niks om. Ja. Ja. En dan vallen ze uit de boot. Dus, maar daar wordt nu heel veel onderzoek naar gedaan, want vroeger dachten wij één meisje op 4 jongens. En nu denken we dat dat op 4 à 5 en nu denken we dat dat 1 op 2,5, 3 is. Dus dat verschuift ook. Krijg je dan wel het fenomeen beter in beeld of zo? Ja. Is het denkbaar dat er ooit echt een hele zuivere definitie van autisme zou zijn? Of is het juist die comorbiditeit, hè? Dat meer voorkomen van meerdere symptomen? Ja. Is dat misschien niet ook überhaupt de kern van afwijkend gedrag van psychopathologie? Ja, ik denk dat eigenlijk autisme puur, dat is de vraag die Gilbert altijd zegt, dat is een Zweed die ook in Engeland, die zegt altijd van, bestaan wel psychiatrische stoornissen volledig ingekapseld, zeg maar, dat er niks anders aan de hand is. Gaan we wel een beetje van af, dat is die comorbiditeit, hè, wat je zegt. Ja, ik zie heel veel kinderen met autisme en ADHD. Of met nog een extra dwangstoornis. Of met een taalstoornis. Ja, Dus die zijn. En bij de vrouwen zien we nu dat er heel veel angststoornissen daarnaast komen. Borderline-achtige types komen daarnaast. Kijk, ik zeg dan wel steeds, ik weet niet wat autisme is. Blijf ik ook voorlopig zeggen hoor. En dat is dat we gewoon niet weten waar. Hè, je zou zo graag harde markers willen hebben. Hè? Je zou gewoon zeggen, nou joh, het zit daar en je hersens daar. Nou, dat is gewoon niet zo. Ja. We weten wel dat er een behoorlijke erfelijkheidsfactor zit. Hè? Dat ligt tussen 65% en 80%. Maar als jij drager zou zijn, of jij of ik, bij wijze van spreken, dan hoeven wij het nog niet te hebben. Nee. Dus het gaat om die trigger, of die triggers, waar we dus gewoon totaal geen zicht op hebben. Die triggers die uitlokken dat je ook autistisch bent. Of, hè? Of gedraagt, laat ik het zo zeggen. Gedraagd, ja, je mag niet zeggen, Ben. Nee, dus dat vind ik dus, als ik terugkijk, dan denk ik, ja, alle stappen die je hebt gemaakt, hè, we hebben dus, was even bij die cognitie, nou, er zijn nog andere, dat je de theory of mind niet hebt, hè, dat je je niet goed kan verplaatsen in een ander, en dat je dus het empathisch vermogen beperkt is, en je hebt, ze hebben wat je heel duidelijk ziet, ze hebben last met de executive functions, hè, de uitvoering van de taken, is heel ingewikkeld. Hè? Ik heb bijvoorbeeld een autist die heel goed kan reizen. Dat wil zeggen dat hij precies weet, nou, dan ga ik daar naartoe met bus zoveel, dan naar daar, dan stap ik in de trein, dan ga ik daar eruit. En denk, maar ze doen het dus niet. Dan gaat het helemaal verkeerd. Dus dan moet dat echt helemaal gestructureerd worden, dat de uitvoering van die taak, hè, dat die ook echt geschiet.
Ja. Ze kunnen je alles uitleggen. Ik heb zo'n jongen die, die werkt hier in het dorp en die doet de tuinen en zo. En die zie ik dan nog wel eens. En ja, dan is er een wegoplegging en hij gaat dan met zo'n bakfiets. En dan heb ik dat uitgetekend hier met hem helemaal. En dat hij er zo omheen moet. En die anders, dan heeft hij allemaal papier bij zich. En die gaat ze gewoon een weg doen. En dan staat zo'n rood hek, zo alles. En dan belt hij op, zegt ik heb geen idee. Ja, ook in paniek, maar ook van ik heb echt geen idee. Ik zei, dat heb ik toch allemaal toch uitgelegd? Heb je dat papiertje in je zak? Ja, maar het is heel anders dan zoals het hier staat. Nou, dat is helemaal niet anders dan er staat. En daar gaat u erheen? Ja, daar ga ik erheen. Als ik thuis ben, dan ga ik erheen. Ja, ik zei, nou, dan kom ik wel even aan, dan gaan we even kijken. En dan los u ter plekke op. En dan lossen we ter plekke op, ja. Nou ja, dat moet je doen. Het moet heel in het ze leven heel erg in het concrete, het hier en nu. Want dan heb je het overzicht, anders heb je dat niet. Ja. Dus... Maar het is, en het blijft dus fascinerend. Maar goed, nu weten we dat al die cognitieve theorieën, die we dus allemaal uitgezocht hebben, dat toch geen verklaring biedt. Want je zoekt dan, welk deel van het brein doet het sociaal, dan zou daar iets mis moeten zijn. Nou, dat is gewoon niet zo. Dus wat dat betreft, dat weten we niet. En nu is op de DSM-5 is dan toegevoegd, de zintuigelijke ervaringen. En daar hebben wij ook wel publicaties over gehad, net als met dat RED, waardoor ik denk dat zijdelings ook wel een beetje dan bij zo'n commissie komt, maar die commissie heb ik niet ingezeten hoor, maar je gaat dan, als je het uitzoekt, ga je het zoeken. En ik vind het, die zintuigelijke ontwikkeling, daar ben ik nu heel erg mee bezig, vind ik ook gewoon heel fascinerend, moet ik volgende week een lezing over geven. Dus en dat is echt, want daar zit al van begin af aan, zit al iets raars. En die ontwikkelt zich gewoon niet spontaan. Geef eens een voorbeeld, wat moet ik me voorstellen? Nou, dat je, zeg maar, als je naar de fases van de sensorische ontwikkeling kijkt, dan is de eerste, dat is gewoon, allereerst is een prikkel waar je op reageert, maar that's all. Want dan kan je nog geen betekenis geven, maar je ervaart, hè? Dus het is een gewaarwording. Dus het is geen waarneming, maar het is een gewaarwording. En je ervaart iets in je lichaam van, nou ja, dat een reactie een respons oproept, maar daar is nog geen betekenisverlening aan. Nou, en dan op een gegeven moment ga jij, zeg maar, je hebt een melkflesje in je hand. Laten we even met een baby beginnen, die heeft dan een melkflesje. Nou ja, dat is alleen dat hij het flesje voelt. Ja? En dat is puur sensatie en niet meer. Ja. En dat hij misschien wat warm vocht in zijn mond voelt, maar that's it. Ja. En de volgende keer heeft hij dan zelf dat flesje ook was zo. Ja. En dan, dan drinkt hij op en is het leeg. Ja, dan gooit hij het weg, want het is leeg. Dus dan is het niet meer present. Hè? Dat noemen wij het presentatieniveau. En als je nog eens een stapje verder bent in je ontwikkeling, en ik laat jou een lege fles zien, dan zeg je, gods, gaan we het drinken. Dan leg je die link. Hè? Maar je kan dus ook zeggen van, dan heb je ook nog, dat is het representatieniveau. Dus dan laat ik iets zien wat iets representeert waar jij ook iets mee kan. En ik kan, wij spreken, een kind kan ik een plaatje laten zien van tandenborstel, die bijvoorbeeld nog niet spreekt. Die gaat dan wel naar boven zijn tanden poetsen. Dus die maakt die ding. Maar dat begint allemaal met het begin van de zintuigen. En dan hebben wij nog, dat we ook nog meta-representatie hebben. Dat je bijvoorbeeld weet dat een beker ook een World Cup kan zijn. Maar is dat u daar nu nog zo hard mee bezig bent? Is dat iets dat u eerder gemist heeft of zo in uw carrière? Ik zag uw publicatie. U bent nog bij allerlei actueel wetenschappelijk onderzoek betrokken. U publiceert nog altijd. U bent niet meer de allerjongste, zeg maar. Nee. Wat is uw motivatie dat u daarmee door blijft gaan? Hoe kun je het dan wel doen? Daar ben ik al langer mee bezig hoor. Maar hoe kan je dat nu wel doen? En wat ik nu interessant vind, eerlijk gezegd, dat autisme, weten we nu dat je zou dat inderdaad al op 7 maanden kunnen ontdekken, ook in 2 delen van de hersens. Hè? Dat is dan, althans, dan zie je dat de sociale ontwikkeling achterblijft, bijvoorbeeld in het gezicht herkennen. He? Of in het sociale aanrakingsgedoe. Maar ik weet al eerder of een kind niet aan wordt geraakt wil worden of niet. Of niet gewassen wil worden, een babytje. Dus eigenlijk zit het nog voor het autisme. Dat vind ik dan heel intrigerend op dit moment. Maar we zijn heel erg aan het kijken van, hoe kan je dus die kinderen... En nu mag het ook, hè? Want nu is het dus een subkenmerk van autisme. Dus het wordt nu dus ook echt als officieel. Daarvoor was het dat we het allemaal zagen...
En dat we er niks mee konden, bij wijze van spreken. Ja. Maar die motivatie is nog steeds dezelfde nieuwsgierigheid aan willen weten of zo. Ja. Dat is nooit weggegaan. Nee. Ik merk het zelf ook als ik nu met die sheets voor de volgende week bezig ben. Ja, dat vind ik gewoon. U vertelt ook heel erg energiek over. Gewoon. En het vorige gesprek wat we hadden, u vertelt ook dat u met uw dochter een film gemaakt had na uw emeritaat in Peru, in Lima. Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, ik werd door een kinderpsychiater uit Utrecht, die ook een lange lijden heeft gezeten, die ik goed kende. Die was gevraagd voor een Nederlandse stichting, ARIE. Dat is voor een stichting die dus geld stort op dat project. Ja. Om eens mee te gaan. Om eens te kijken wat Nederland gewoon zou nog kunnen bieden. Ja. En hij was daar. En er zit daar ook een neuroloog. En toen heeft hij mij midden in de nacht gebeld. En zei, dit is een project voor jou. Ik zeg, weet je wel hoe laat dat hier is? Weet je wel? Dus het is echt voor jou. Jij kan hier iets. Ik kan hier niks zitten. Goede neuroloog. Maar ze hebben geen idee hoe ze met autisme moeten omgaan. Ja. Echt geen idee. Ja. Nou, dus dat heb ik toen meteen gedaan. En ik ben er denk ik al wel 12 keer geweest. En dan loop ik mee. En dan ga ik alle afdelingen langs. Hoe ze met communicatie moeten doen. Hoe ze de fysiotherapeuten moeten doen. Sensorische integratie en alles. Dat is hartstikke leuk. En nu zit ik even vast. Omdat ik met dat vliegen nog niet. En je mag nog niet de Peru in. En extra leuk om het met die dochter te doen. Ja, en toen heb ik haar. Op een gegeven moment toen ik dacht van. We moeten die film gaan maken. Want we moeten natuurlijk meer geld hebben. En dan moet je dus echt wel een film maken. Waar je de mensen, de geldschieters ook laat zien wat met dat geld wordt gebeurd. Ja. Ja. En niet alleen maar van, wat ik zei, die huilende Amerika, dat vind ik zielig hoor, in Afrika. Maar dat levert geen geld op. Ja. En dat hebben we gedaan. Maar toen heb ik haar dus gevraagd om dan die film te maken. En dat hebben we dus samen gedaan. Ja. En ik wist ook de kinderen die ik heel goed kende, dus ik wist ook wel wie een beetje wel iets leuks deden. En dat was eigenlijk ook ontzettend leuk. Ja. U won in de voorbereiding, de Piet Vroonprijs in 2005 voor het toegankelijk maken van wetenschappelijk onderzoek voor een groot publiek. Waar komt die motivatie vandaan? Om groot. Pedagogiek is natuurlijk opvoedkunde. Ja. Is het een bewuste keuze geweest om een groter publiek te willen opvoeden? Over autisme onder andere. Ja. Maar ik vind ook de verplichting, als jij wetenschappelijk onderzoek doet, dan vind ik, dan moet het niet binnen de wetenschap. En ik doe dus heel veel klinisch relevant onderzoek. Dan vind ik dat ik het niet op mijn bureau moet laten liggen. Ik vind dat je dan daar echt mee naar buiten moet. En dat je dus gewoon, we hebben zeker autisme wel een bekendheid gegeven, denk ik. En dat vind ik belangrijk. En ik pleit ook heel erg, ook bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme, voor een autisme-vriendelijk wereld. Een autisme-vriendelijke wereld? Wat dat moet ik veel meer mensen begrijpen wat autisme is. Dat je er gewoon veel meer bekendheid aan geeft. En ook dat je de goede kanten moet zien. We zijn natuurlijk heel erg van de stoornis naar het talent gegaan. Dat is ook weer doorgeslagen hoor. Want nu zijn alle bijzondere mensen plotseling een autist. En dat is maar we hebben het onderzoek gedaan. We hebben het NAR, het Nationaal Autisme Register. En daar kan iedereen zich aanmelden. Die denkt dat hij of zij een autist is? Ja, met de diagnose kunnen ze aanmelden. Dus het is wel een selectieve doelgroep, onderzoeksgroep. Want ze melden zichzelf aan, dus je hebt niet een net random groep. Maar het is wel heel interessant, omdat je dus ook ziet dat, dat je daar kan je daar heel veel informatie ook uithalen. En dat we hebben gekeken naar de intelligentie in de groep. En dan is het niet zo dat alle autisten dus in de bovenste groep ligt. Nee, je hebt dus 30% hier en ongeveer een 18%, 20% bij de top. En de rest is allemaal een normale gemiddelde intelligentie. Want dus, je hebt natuurlijk nu allemaal mensen die al niet meer leven als Beethoven en Spinoza en ga maar door. Er zijn plotseling allemaal autisten. Nou, dat is natuurlijk onzin, want je hebt ze nooit gezien. En daar ben ik ethisch heel erg tegen. Volledig met u eens. Dat moet je niet aanzitten, vind ik altijd. In mijn voorbereiding op dit interview bekeek ik ook een uitzending van Hollandse Meesters. Ja. En er was één zinnetje dat triggerde mij wel. En het ging over de jeugdzorg. Een goede directie heeft contact met de vloer. Is dat iets, ik weet niet of u het nog herinnert dat u dat zeker, dat zeg ik nog altijd. Maar is dat iets...
Ontbreekt dat? En waar komt dat door als het ontbreekt? Nou, ik vind dat de hele jeugdzorg ongelooflijk bureaucratisch is opgezet. He, dus je hebt de directeur, je hebt de managers en die informatie wordt een beetje doorgegeven. Maar ze weten absoluut niet wat er is. Ik werk nog voor het CCE. Dat is het Centrum van Consultatie en Expertise. Ja. Wordt door VWS wordt dat bekostigd. Ja. En als jij een hele ingewikkelde casus hebt, dan kan je die er aanmelden. Ja. Ja. En als het om autisme gaat, word ik daar vaak bijgehaald. Ja. Ja. En dat kan zijn dat er iemand in een instelling is of waar dan ook. Of bij de GGZ loopt. Maar bij instellingen bijvoorbeeld, dan eis ik dat ik de directeur zie. Nou, het is toch een probleem op de vloer, mevrouw. Waarom moet ik mijn tijd daarvoor vrijmaken? Ik zeg omdat u de directeur bent. Dus bij het eerste gesprek wil ik gewoon dat de directeur erbij is. En wordt die eis altijd ingewilligd? Jawel, maar als het niet is, dan zeg ik gewoon, doe ik het niet. Ja, dan moet het wel. Ja. Nee, ik vind gewoon, daarna kan me niet verschillen, maar het eind en het begin moet altijd bij zijn. Ze moeten het weten. En het wordt dan, het gaat van bureau naar bureau. En het zit enorm rommelig in elkaar hoor. En ik vind ook bij de GGZ zie ik dat ook. Nou, je mag blij zijn als je dus de goede mensen hebt. Hoe is het zover gekomen dan? Is dat Nou, te bureaucratisch. En ik denk toch te veel managers er allemaal in voor die organisaties. We zijn natuurlijk vreselijk. Alles moet qua organisatie goed lukken. Maar wij weten niet eens waar het over gaat. Ja. Ik heb zelf een auto-ongeluk gehad een paar jaar geleden. Ja. En toen moest ik in zo'n revalidatiecentrum, moest ik dus 2 maanden weer leren lopen en zo. Ja. En ik heb die directeur nog helemaal niet gezien. En nooit. En ik bemoeide me natuurlijk ook met alles wat daar gebeurde. En want ik was verder hier goed bij. Dus en dan zag ik ook hoe ze daar omgingen, ook met de anderen, van hoe dat dan ging. En dan is er een juffrouw die moet dan in de gaten houden of wij het allemaal wel goed doen. Ja. En dan die juffrouw heb ik überhaupt niet gezien. En in de gang zien lopen, in een mooie jurkje en rokjes die ze altijd aan had. En toen ik wegging, kreeg ik ook een verslag over mezelf. Nou, dat ik dus echt de hele tijd continu alleen op mijn kamer was gebleven en alleen maar muziek had geluisterd. Waarschijnlijk heel muzikaal zou zijn. Ik ben totaal niet muzikaal. Ik heb dus gewoon me ook bemoeid met de andere mensen. En vooral mensen waar iets mee was. Want dan dacht ik, kan ik hier ook nog wel wat doen. Daar heb ik ook wel een keurige brief over geschreven. Dat volgens mij niet helemaal de bedoeling is. Ja. Maar zij zei, maar ik ben ook alleen maar secretaris. Ja, maar luister eens mevrouw, u moet iets over mij schrijven, u weet niet eens wie ik ben. Ja. Jawel, jawel, u had kamer zoveel. Dus dat is niet goed. Dat is niet goed. Nog even, als u terugblikt op uw carrière, en zeg maar als het gewoon een geen goede vraag is, hoe was het om als vrouw, academische carrière te maken, als u terugblikt. Ik heb daar geen last van gehad. Maar er zijn wel vrouwen, collega's van mij die dat wel hadden. Ik had prima collega's, zowel vrouwen als mannen. Maar ik denk ook dat ik niet barst van eerzucht in de zin van, ik wil nummer 1 zijn, dat kan me niet zo van schelen. Ik bedoel, ik wil gewoon doen wat ik kan doen. Ja, ik denk dat, en ik wil het goed doen. Ik bedoel, in mijn eigen werk heb ik wel mijn eerzucht dat ik het beste van de beste wil halen. Ja. Maar ik hoef niet beter te zijn dan een ander. Allerlaatste vraag ter afsluiting van het interview. U zit weer eindfase van de middelbare school. Staat weer voor een studiekeuze. Zou het weer pedagogiek gaan worden? Of? Volledig. Volledig ja. Gewoon. Mijn kleindochter, die moet volgend jaar een examen doen. Die zei, oma, als je nu ook net als ik, als je nu zou moeten kiezen straks wat je gaat doen. Ja. Weet je dat, zou je dat weer doen? Ik zei, ik zou het helemaal weer doen. Ik zou het helemaal weer doen. Het is helemaal mijn vak. Ik heb ook de indruk dat ik echt met een buitengewoon gelukkige vrouw gesproken heb. Zo te zien. Dat is ook zo, ja. Dank je. Dank u wel voor dit gesprek. Dank je wel. Prettig interview.